Winnaar van de puntenkoers gaat dus tweede worden in deze positieve afvalling. Hij verlaat de wedstrijd voor tweede, sprokkelt 2 punten en de anderen gaan dus door in de wedstrijd. Karel Verzijp onder andere moet dus verder in de koers. 5 minuten in de uitslag van deze positieve afvalling wordt Tom Bosmans en de anderen gaan verder. Dus nog 4 ronden. Dus deze jongens gaan gewoon verder in de koers. We moeten dus minstens een rondje verder van de man die straks als eerste passeert. Dus deze jongens gaan door. Gaan door, man. Olivier doorrijden. Olivier Goubert verder in de koers, man. Want Karel Verzijp die zat daar nog voor. Dus Olivier Goubert die heeft zich wat vergist. Dacht dat hij in de spurt won. Maar dat was zonder Karel Verzijp gerekend natuurlijk. Want die was gaan aanvallen. En die was als eerste binnen, dus Olivier Goubert verliest kostbare seconden. Blijkbaar had deze man de zaak ook niet goed begrepen. Deze man mag aankomst maken voor het nummer 17 is dan, dat is Lorenzo Borges. De andere gaat door, de andere gaat verder, voor minstens nog 2 ronden. Dus nog 2 ronden te gaan, straks nog 1 enkele afvalling. We gaan er straks nog 1 uit de wedstrijd zien verdwijnen. Wat we doen, wordt afgelopen voor hem. Geen laatste ronde meer, wel laatste ronde voor alle anderen. Het einde van de koers voor Janu. En een applausje kan er ook voor deze man nog eens mee. Dus voor alle anderen nu, Stefan, laatste ronde van de wedstrijd. Dus voor alle andere jongens nog in de koers, laatste ronde. En ze komen eraf. Voilà, laatste ronde. En dan kan je spurten voor de ereplaatsen. Profiteer eraf. Deze jongens gaan dus straks spurten voor de plaatsen. Laatste ronde voor iedereen vanaf nu. We gaan de laatste ronde in, mannen. Laatste ronde. Onder antwoording van het Nederlandse Jim Smit. Ook voor deze man, laatste ronde, Anthony Bollard uit Merelbeke. Pak hem nog, kom op. En de man met de wit-zwarte trui hier, het nummer 6, François Kilian uit Merelbeke.